ja, begin april. We staan hier in Preston Palace. Ik sta weer in mijn mooie kleedrokje. Met het bier en de sterke gedrag. Ga zo lekker weer beginnen. Leuke dingen net besproken. Wie weet wat er gebeurt. Ja, haartje zit goed. En wie weet, zullen we horen vanavond. We zijn nu bij Preston Palace, hebben we nu gehad. Kom maar. En nu eigenlijk elke week gaan wij toch wel even een broodje halen. Ja, chocomel hebben we, chocomelletje. Ja, een droogbrood, hè? En droogbrood. Nu, we krijgen nog wat lekkers. En meestal komen we nog wel wat mensen tegen hier, maar het is weer... Ja. Dit is weer niks, hè? Nou, geen artiesten, nee. Helemaal niks. Valt ook niks te salderen. Normaal moet ik wat salderen hier. Ja, maar die is er ook niet. Nee. We gaan nu richting de Blessen, Pieter Poot. Mooi kort bij vandaag. Optreden met OG. En OG en met Ronnie Ruisdaal. Het was volgens mij een gezellige avond, dus nou, zo eens kijken. Yo! Matteo heeft een nieuwe auto. Even laten zien, we hebben een mooie auto, een verschrikkelijk mooie auto. Het gaat goed met de business. Nee, hartstikke mooi, Theo. Ben je een beetje blij mee? Ik ben hartstikke blij mee. Ik ben echt zo blij. Zie je dat aan me? Ja, ik zie je. Straalt ook een beetje. Ik ben zo blij. Ome Cor heeft een nieuw speeltje. Ome Cor heeft een nieuw speeltje. Nou, komt helemaal goed. Ja. Nou, wat gaan we doen vanavond? Eén groot feest. Pannen van het dak. Pannen van. Pannen? Hij, ja, hij heeft dakpannen. Ja, ze gaan er goed. Allemaal af. Speel je met je pikken iets voor mogen, zelf een kleinste spul. De vader van Jantje hebt een lesje limonade. Goedemiddag is het alweer, ja. Nou, lekker weekend gehad, lekker opgetreden in Preston Palace. En bedrijfsfeest gedaan voor de Heiwo, 90 jaar in Pieter Poot, de Blessen. Samen met OG en Ronnie Ruisdaal was een super feestje. Alleen, wat zie ik nu in de krant staan, Leeuwarden krant. Zoals je misschien ziet, de zingende ballenvanger. Heel leuk stukje over Zandhuizen en over mij. Over dat ik in de muziek zit en over dat ik zondags weer nu eventjes kiep. Dus hartstikke leuk. Maar was blij verrast dat dit in de krant stond. Dan hebben we een periode en dan kunnen we nog promoveren. Dus dat zou heel leuk zijn voor het kleine dorpje met volgens mij nog geen 150 inwoners. Hartstikke leuk. Nou ja, goed, we houden je een beetje op de hoogte hiermee. Hoe dat zit met het voetballen. Nou, het optreden gaat ook leuk. We zijn er met wat andere spannende dingetjes bezig. Misschien weer met een nieuwe single. Daar zijn we dus ook al een beetje mee bezig al. En ik neem jullie mee. Dus we zien nog wel wat we deze week nog allemaal meer gaan doen. Dus ik hou jullie op de hoogte.